De zeefvogels zitten alweer op het green en dat betekent het waar gemeen. Het betekent dus oorwaar. Maar we konden het juist nog aardig droeg houden. Ik heb van de morgen wel een paar spettekes ruinhand in Haas, maar dat weet dan eerst ik. Wel, de onstabiliteit, de buien, het wetter, het koele waar, het komt al je weer om. En zij is maar compleet gest. Joen hebben het altijd al hier nog over een, ja, toch al een aantal buien. De kans op een aantal buien, pittige buien ik, maar kans op tonger. Die had ik van vannacht, kans op tonger. En daartussen toch nog een paar opklarings. En de temperaturen vannacht met al die bewolking samen bij de 14 graden hinnen. En nog altijd net volle wind, zwak of matig uit zuidelijke richtingen mee. Dan zetten we op naar morgen. Morgen wordt een dag mooi. Ja, toch ik weer een aantal buien. Daartussen toch eens even de zinnen. En als ik het door buien ga, hak het door de kans op tonger. En verder kan het pittige buien wezen, maar soms flink wat rein. De temperaturen morgen, om het bij de zandje of de 18 graden hinnen, zo'n speeltje is het zowat. En eerst net volle wind, maar in de rim van de midden en in de joentiet een krachtige onthutte wind in het kustgebied uit het noordwesten mooi. En dat kan ik zomaar stwarmig worden. Dus een roegwaartype, vooral letter op het dag. Het vroedsjog, sneun, snijn, manje. Ja, het binnen 3 dagen op een richtje mooi een aantal buien of buikers. Sneun of flinke droege perioden. En de temperatuur om de bij de 16 graden hinnen een stevige wind. En dan snijn betieden rein een vrij donkere dag. En manje bij een aantal buien. En de temperaturen op manje 14 graden, op snijn nog 16. We moeten morgen maar wel even in het waarschijn.